Hallo, dit zijn de kaartjes voor de boogschutter voor november. Super fijn dat jullie er weer zijn. Abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. Dan krijg je nieuwe filmpjes gelijk als het er is. Deze keer iets later door een griepje. Eerst bij mijn kinderen en toen bij mij. Dus, maar we gaan gewoon beginnen. Het wordt een drie kaartjeslegging deze keer. En dat is voor de boogschutter voor november. Voor de boogschutter van november. Oké, en dan voor de toekomst voor de boogschutter van november. Lieve boogschutters, we gaan eens even kijken. De drie van zwaarden heb je hier. Nou, en de drie van zwaarden betekent eigenlijk liefdesverdriet. Je zult hier wel sterker uitkomen. En verdriet heelt met de tijd. Maar strek je hand ook uit naar anderen voor troost en liefde. Dus als er... Misschien kun je wel connecten met anderen die ook verdriet hebben en dat je hun kan helpen nadat je ook dat verdriet hebt gehad. Dus maar kijk of het bij je resoneert. Maar drie van zwaarden, ja, dat wordt ook wel afgebeeld als een hart waar drie zwaarden doorheen zitten van verdriet. Dus laat het verdriet ook gewoon komen, hè, als het er zit. Je kan het allemaal aan. Dan hebben we hier de prins van herfst. En de prins van pentagrammen dus. Ja, en dat gaat natuurlijk over financiën of over bezittingen. Behoedzame man, maar die, of een behoedzaam persoon. Die betrouwbaar is, beschermend, ridderlijk en humoristisch. Maar verstandige handelingen doet. Die nauwgezet aandacht heeft voor alle details. En die heel vriendelijk is voor anderen. Dus hier liggen die anderen ook al. En dat krijg je hier nog een keer. Maar ook jezelf. Hè? Dus dat is toch een... Want hier ligt toch ook dat ego. En dit is het kaartje eigenlijk van de dood. Hè? De illusie om vast te zitten. Veel te veel belang hebben aan die materiële dingen. En verstrikt raken in angst en zorgen. En eigenlijk... Is dat grote arcana, hè? Dus het universum is wel bij jullie. Maar ik wil daar toch wel een bevestiging op hebben. Gaan we denk ik even van Osho over... Ja, Osho even opdoen. Even kijken. Kunnen we hier nog duidelijkheid geven? Verduidelijkheid geven voor de boogschutter. Voor de... Het ligt zo even toe hoor. Oké. Nou, waar gaat het nou eigenlijk om? Kijk, stel je open voor je gevoel, hè? Stel je open. Maar daar komen ook weer... Dan komen misschien wel oude gevoelens nog naar boven. Als je verdriet hebt, is het moeilijk om bijvoorbeeld je chakra's te helen. Hè? Er staat op YouTube wel allerlei... Ik vind zelf een 10 minuten heling, doe ik regelmatig op YouTube. Maar ik kan ook een cd doen. Maar stel je open voor je gevoel. En dan moet er eerst misschien nog een pijn. Maar jij bent... Een betrouwbaar persoon. Jij wil er altijd voor anderen zijn. Maar
denk ook aan jezelf. Laat het los. Let it go, let it go, let it go. Dus laat het verdriet los, hè? Angsten en zorgen loslaten. Daar kan ik dus ook heel goed mee helpen. Ja, en dan kan je de flauwekul dus worden eigenlijk. Heel mooi. Ja, en die is gewoon... Maar het gaat er dus om het hart openstellen. Dan komt er misschien nog oude pijn. Oké, die is er nu. Maar ik laat het ook los. En misschien gaat het pas in november naar december toe. Het is dus echt een leervolle maand voor jullie. Maar het komt allemaal goed. Want ja, het wordt gewoon een stuk rustiger. Nou, lieve boogschutters, als ik jullie kan helpen, laat het me weten. En anders heel veel licht en liefde. Dag!